Vandaag op de Mias, het is van 2014 geleden denk ik dat jullie nog in de prijzen zijn gevallen. Dat weet je beter dan ik, dat zal dan wel juist zijn. Ja, ja, ja. Maar wel drie nominaties dit keer. Ja, het zou maar een keer eentje kunnen bij zijn. Hè? Ja, ja. Ja, als je een pronostiek gaat doen, 1, 2 of 3? Als we een pronostiekje gaan doen, 1, 2 of 3, ik denk verzilveren. Geen. Ik hoop dat we er een verzilveren. Hè? Echt? Ik hoop dat we er eentje doen, ja. Ik geloof dat wel in. Ik denk wel dat we er eentje kunnen winnen. Maar wij zijn al gewoon blij dat we na zoveel jaren, we zijn 35 jaar bezig, drie nominaties hebben. De Cour, dat is toch... He, dat is niet zo van, Clouseau is er nog altijd. Nee, dat is tof, we zijn nog altijd genomineerd. Ja, ja. Als je er toch eentje zou mogen kiezen, welke zou dat zijn? We zijn genomineerd in pop, band en Nederlandstalig, dus maakt niet uit. Als ik toch moet kiezen, laat het dan groep zijn. Dus, groep. Leuk. Ja. Volgende maand start jullie tournee. Wat mogen we daar precies van verwachten? Veel songs van de nieuwe plaat en een hele hoop oude hits. En af en toe een iets minder bekend liedje dat we nog eens oprakelen om het plezant te maken. Hè? Kan je een tipje van de sluier lichten van iets wat we nog niet weten, wat we nog niet kennen? Van onze live tournee? We zijn eigenlijk nog volop bezig met try-outs, dus het moet nog allemaal een beetje in zijn plooi vallen. We hebben eigenlijk met die uiteindelijke redelijk grote productie die we hebben nog niet gespeeld. Maar weet je, als je onze live al hebt bezig gezien, onze band kent, de groep waarmee wij live spelen, dat is een machine. Dat is echt een machine. Maar iedereen is nog altijd fris en vol energie, dus ja, we kijken er naar uit. We gaan 40 keer knallen. Zijn jullie ook al bezig met de zomer? Met de zomer? In de zomer staan een paar hele leuke festivals, dus de meeste dingen zijn denk ik geboekt en staan vast. De tour loopt tot september, hè, dus. Ja, en daar meestal moet je dan je repertoire een beetje inkorten, je playlist een beetje inkorten, omdat dat op festivals mogen we minder lang spelen dan een gewoon Clouseau-concert. Maar was een zorgen voor later. Hè. Eerst hebben we première 14 maart, dus... Dat komt kort bij. Ook, maar we gaan er niet voor stressen, we gaan gewoon er met veel verlangen naar uitkijken. Ja. Daar straks is ook Hooverphonic hier gepasseerd. Zij gaan naar het Eurovisie Songfestival binnen 3 maanden. Hebben jullie tips voor hen? Waar moeten ze zeker op letten? Wat moeten ze zeker wel of niet doen? Wij stonden in die rechtse kolom helemaal onderaan. Dus echt veel tips kunnen wij niet geven, denk ik. Nee, ik bedoel, alles hangt af van het liedje. En het Songfestival is toch wel de laatste jaren geëvolueerd. En echte goede songs maken ook kans. Ik hoop gewoon dat ze los winnen. Het wezen een hart gegund. Moesten ze het aan jullie nog eens vragen voor binnen 2 jaar Eurovisie Songfestival Clouseau? Wat zouden jullie dan doen? Ik zou bedanken. Chris, misschien net iets anders, maar ik heb dan zoiets van, kom jongens, we zijn er geweest. Geef de kans aan jonge, nieuwe artiesten. Of nieuwere artiesten. Dat denk ik dan persoonlijk. Zo gelijk Hoover, vond ik. Zo gelijk Hoover. Beginnende bands. Nog een laatste vraagje. Nog tv-plannen voor jullie beiden? Ja, veel. Te veel of... Nee, nog niet te veel, maar dat kan heel snel veranderen in tv-middens. Dus voorlopig doe ik The Voice sowieso. Wat een jaar, maar ik ben nog met 3 andere projecten bezig. Misschien haalt er al eentje antenne dit jaar, anders is het voor volgend jaar. Maar... Kan je zelf ook tijdig op de rem gaan staan voor jezelf? Ja, doe ik. Heb ik na veel jaren uiteindelijk toch geleerd dat ik af en toe kan zeggen, sorry... Kan Koen tijdig op de rem gaan staan voor zichzelf? Ja, dat is gelijk in een racewagen. Zo hard mogelijk gas geven, maar op tijd remmen voor de bocht, want anders hangt hij in een boom. Hè.